Het is toch niks mooier dan een blues solo spelen? Heerlijk. Ja. Gewoon lekker, lekker los. Ja, dat wil toch iedereen. Echt helemaal te gek. Zou jij eens de band willen introduceren? Want er staan wel een paar kanonnen bij elkaar. Ja, nou, als zanger, bassist Ruud Weber. Op drums Fokke de Jong. En op keyboards en Hammond Govert van der Kolm. En jij, Erwin? En ik ben Erwin Java. Ja. En je hebt 25 jaar bij Harry Musquet gedaan? Klopt, vanaf 86 tot 2011. Is dit jouw leven na Harry Musquet? Of? Het lijkt wel op, ja. Ja? Ja. Want ja, jullie zijn nog niet zo lang bezig, hè? Nee, we bestaan een jaar, maar deze band voelt echt als thuiskomen. Aha. Dat is echt geweldig. Kun je het, want ik was er toch wel benieuwd naar hoe je dat beleeft. Zeg maar, als je 25 jaar met iemand in een band gespeeld hebt, dat het ineens dan... Ja, kijk, er ontstaat een soort broederschap, hè? Je bent bijna familie. Ik heb wel eens uitgerekend, of Harry samen in de auto, dat we wel twee keer naar de maan hadden gekund, bij wijze van spreken. Zoveel kilometers hebben we samen afgelegd. Ja. En, ja, god, dan is het. Ja, het was gewoon hartstikke moeilijk toen hij natuurlijk overleden was. Ja. En ik heb ook heel lang getwijfeld of ik wat ik zou gaan doen. Ik ben hier nog geweest met Five Great Guitars. Ja. Dus van die projectjes deed ik wel, maar echt een band, ja, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Tot ik dus deze jongens. En waarom wil je het met deze jongens wel? Omdat het waanzinnig klinkt. Ja. Dat hoor je wel. Dat is dan de enige reden, of is het ook nog meer dan dat? Nou, het soort muziek natuurlijk, hè? Beetje blues-based, dat is wel, wel mijn ding, of ons ding, eigenlijk. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan omdat ik kende Fokke al iets langer uit een ander project. En toen ik dus zonder band kwam te zitten, belde Fokke mee op met het idee om iets op te starten. Eigenlijk gewoon de beste bluesband van Nederland worden. Grof gezegd. Maar, dat was wel het idee dan? gewoon lekker, gewoon een goede band beginnen, weet je wel. En Fokke kende dus Govert en Ruud al uit het circuit. En we hebben één of twee keer gerepeteerd om wat uit te proberen. Nou, dat klikte meteen hartstikke goed. En ik weet nog wel dat we hebben na twee repetities een demo opgenomen. Hebben we op YouTube gemikt. En er kwamen waanzinnig veel reacties op. Dus dat was eigenlijk wel een bewijs dat het wat kon zijn. Worden. Okay. Ja. Hey, jij bent ook medeoprichter volgens mij van het Noorder Muziekinstituut. Ja, dat klopt. Ja. Ja, hey. Kun je dat eens zeggen wat het inhoudt? Dat is eigenlijk, wij zijn in 1996 begonnen als een soort particuliere muziekschool. En in die tijd was dat er eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus wij zijn ook zonder subsidies en zonder sponsoring hebben we gewoon iets opgezet. En inmiddels hebben we zo'n 250 tot 300 leerlingen. Dus we hebben dat leuke... Echt waar? Ja, en vooral in deze... Maar is het meer dan een muziekschool? Of nou, het is... Wat wij merkten, was heel veel mensen die kwamen naar ons toe, omdat ze op de reguliere muziekscholen in die tijd vooral veel groepslessen kregen. En bij ons was het gewoon één op één. En dus ja, dat sprak een heleboel mensen ontzettend aan. Ja. Ja. En je geeft zelf ook les, hè? Daar? Ja, klopt. Okay. Ja. Hoe is het met de interesse voor blues van jonge mensen die nu daar komen? Of wat willen die spelen? Ik heb toevallig komen ze bij mij wel voor dat soort muziek, maar overal zie je toch wel dat de Idols en de X-Factors en de Voice of Holland, dat spreekt wel meer aan. Ja, dat is wel jammer. Aan de kant denk ik wel van, als ze maar geïnteresseerd zijn in muziek, dan gaan ze toch dingen ontdekken. Maar jij bent echt ook een bluesman in hart en nieren, dus je probeert toch zowel in een bepaalde richting te doen? Wat ik bijvoorbeeld doe is, als er dan zo'n Hallelujah of zo langskomt van zo'n Voice of Holland, dan probeer ik te laten zien van, hoe kun je dat dan vrij aanpakken? Zeg. Hoe kun je daar ook blues op spelen? Ja. Okay. Ja, dat probeer ik dat te doen. Okay. Mooi initiatief. Okay. Mag ik jou vragen, de blues in Nederland, hoe is daarmee gesteld eigenlijk? Ik vind het goed met de blues. Ja, het is met uitzondering van dit programma is het erg weinig op televisie. En dat is gewoon heel jammer, want als je alle bluesfestivals en clubs afgaat, daar staan veel mensen altijd. Ja. Er is een grote groep die daarvan houdt. Het is een hele stabiele groep ook. Ja. Er wordt fantastische muziek gemaakt, er zijn fantastische bands en muzikanten. Alleen op de nationale radio en televisie is er relatief weinig aandacht voor. En daardoor krijg je dus ook dat mensen Idols beter kennen dan een bluesband. Terwijl het er gewoon is, als ze dit zouden horen, zouden zeggen ze ook, hey, leuk. Ik bedoel, een van de opmerkingen die wij altijd krijgen is, ik hou normaal niet van blues, maar ik vind jullie wel te gek. En dat is gewoon voor mij een bewijs dat het gewoon mensen houden gewoon van muziek. Het is maar wat je ze voorschotelt. Ja, tuurlijk. En dus ik denk dat er veel gebeurt op bluesgebied. Ja. Je hebt het eerste nummer geschreven, hè, Bluesified. Ja. Wanneer is iemand echt bluesified? Ja, dat kan vele redenen zijn. In dit geval is het een soort onbeantwoorde liefde, zeg maar, in dit lied. Maar er zijn natuurlijk heel veel redenen. Ja. Omdat er zoveel in zat. Dus dat, voor mij, er zit verdriet in, maar er zit ook hoop en geluk, voelde ik. Ja, maar...
Ja, blues kan heel verdrietig zijn, maar kan ook heel, heel vrolijk zijn. Het is het leven volgens mij. Maar zit dat vaak in één nummer? Of is dat echt een vrolijk en een sad nummer? Of? Kijk, je hebt een onderwerp van een nummer. Zoals dit heeft dan wel een specifiek onderwerp. Maar voor mij zitten ook andere emoties in die nummers. Gewoon dingen die mij bezighouden op dit moment. Die emotie gaan eruit als ik zing. En dat ook wel eens in andere nummers die een ander thema misschien hebben. Okay. Dat is voor mij wel het belangrijkste.